Defensieminister Krishna Kumari Mathura zegt dat zowel in het defensieapparaat als het totaal Surinaams volk het moeilijk hadden op 17 februari, toen het volksprotest behoorlijk uit de hand liep. Gisteren, voor aanvang van de vergadering van de ministerraad, merkte de bewindsvrouw op dat de autoriteiten zich niet meer zullen laten verrassen in dergelijke situaties. Onder controle, maar we laten ons niet meer verrassen en we gaan elke informatie serieus nemen en we zorgen dat de veiligheid gegarandeerd blijft. En we gaan niet stoppen, we gaan door. We staan als Surinamers niet tegenover elkaar. We staan naast elkaar. We hebben de plicht en verantwoordelijkheid om dit land op te bouwen. Ondernemers zijn erg angstig om hun onderneming weer te starten. En dat is weer schade voor het land. Want dit land gaat ontwikkeld worden met ondernemerschap. Zij moeten zorgen, zij moeten ondernemen, zij moeten produceren. Zij moeten zorgen dat er banen zijn. Als zij stoppen, gaan mensen geen baan hebben. We kunnen niet iedereen bij de overheid faciliteren. Dus dit land staat en valt met ondernemerschap. En het is onze plicht om alles in het werk te stellen. Samen met de politie. Maar ook samen met elke andere Surinamer. Om die rust en die orde en die veiligheid te herstellen. En ook te garanderen voor de toekomst. Ja? En iedereen moet daarin een bijdrage leveren. Iedereen moet oor en oog zijn voor ons. Mathura heeft na bezoeken aan de ondernemingen in de binnenstad mogen concluderen dat deze mensen heel erg angstig zijn om weer op te starten. En ieder moet een bijdrage leveren aan het ontmoedigen van personen die ideeën krijgen die niet in het belang zijn van de samenleving, meent de defensieminister.